Straars, bienvenuto, bienvenuto, is dat wel Italiaans? Bienvenidos, Spaans, tutto bene, che grande, ma è bienvenuto, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Benvenuto, benvenuto, dat is welkom in het Italiaans. Vandaag op het programma de Serie A, mijn voorspellingen voor spelers in de Serie A, upgrades en downgrades. En we beginnen, zoals jullie van mij gewend zijn, met de downgrades in de Serie A. Spelers die een slecht seizoen hebben gehad, waar jullie geen informe van hebben gezien, als het goed is. En die dus een lagere rating gaan krijgen in FIFA 18 dan in FIFA 17. We beginnen vandaag met Bakka. Colombiaanse spits van AC Milan werd vol bombari naar Milan gehaald. En 84, dat was zijn rating aan het begin van FIFA 17, kreeg al een kleine downgrade naar 83 binnen FIFA 17. Niet meer dan verdiend, denk ik. Heeft geen goed seizoen gehad bij Milan en is nu ook eigenlijk al wel klaar daar. Ze halen natuurlijk die spits van Porto, André Silva, Bakka. Ik denk dat het erop zit. Misschien dat hij ook nog een transfer maakt. Hij is in elk geval mijn eerste kandidaat voor een downgrade. Bakka. Die gaan we niet meer terugzien met een hoge score, denk ik, in FIFA 18. Op plek 2, een verdediger van Juventus die ook eigenlijk wel met hoge verwachtingen naar Juventus werd gehaald. Kwam van Bayern München, Benatia, die Marokkaanse verdediger die de concurrentiestrijd niet heeft gewonnen van Bonucci, Barzagli, Chiellini daarachterin. En Benatia, ja, je kunt hem ook nog kennen van die goal van Neymar een aantal weken geleden in die oefenwedstrijd tussen Barça en Juventus. Neymar die slalomde door die verdediging, maar vooral de manier waarop die Benatia weer voorbij liep was voor mij eigenlijk wel weer illustratief voor Benatia, zijn vorm. Hij gaat niet zijn rating krijgen die hij in FIFA 17 had. Was 83 rated en dat gaat alleen maar lager worden, ben ik bang, in FIFA 18. Benatia gaan we terugzien met een rating van 81 in FIFA 18. Ja, en waar Benatia nog wel één in vorm heeft gehad in FIFA 17, geldt dat niet voor Thomas Vermaelen. En zijn carrière, ja, ik vind het bijna schrijnend om te zien. Die gaat steeds verder naar beneden. Ik vind het jammer, want hij heeft natuurlijk voor Ajax gespeeld en vroeger als kind, ja, kijk, ik wil niet zeggen dat ik groot fan was van Thomas Vermaelen of zo, maar het is toch jammer om te zien dat zo iemand een transfer maakt naar Arsenal, daar jarenlang al veel geblesseerd is, maakt toch nog die stap naar Barça, daar weer geblesseerd. Nu bij Roma was hij weer veel geblesseerd, maar in die tweede seizoenshelft van afgelopen seizoen kwam het niet door blessures dat hij niet speelde. Hij werd gewoon niet meer opgenomen in de selectie. En Thomas Vermaelen, 81 werd het begin van FIFA 17. Ja, die gaat nu toch echt naar 78 toe in FIFA 18. Dat kan niet anders. Thomas Vermaelen staat denk ik nog onder contract bij Barça officieel. Was verhuurd denk ik aan Roma. Al weet ik niet 100% zeker. Verbeter me als het niet klopt. Maar nee, die gaan we niet meer terugzien met een 81 rating. Ik voorspel 78. Laat me weten wat jullie denken en welke spelers ik misschien wel ben vergeten die totaal niet hun naam hebben waargemaakt afgelopen seizoen. Of totaal hun rating niet waard zijn geweest afgelopen seizoen. Dan nu iets heel leuks en iets heel moeilijks. Serie A, wat is de competitie geweest al afgelopen seizoen en wat had ik veel spelers kunnen nomineren voor een upgrade. Echt waar. Ik heb hier een lijstje met spelers die ik niet in die top 5 heb zitten, maar die het eigenlijk wel hadden verdiend. Dybala, Icardi, Koulibaly, Perisic, allemaal spelers die tal van informs hebben gehad. Schitterende team op de season kaarten, spelers die echt een heel goed seizoen hebben gehad en waarvan we hebben kunnen genieten in zowel FIFA als echt op het veld. Allemaal goede seizoenen gehad. Ik wil dus even uitlichten, maar nee, ze zitten niet in de top 5. Want we beginnen de top 5 met de nummer 5. En dat is Raja Nainggolan. Hij had net zo goed op 1 kunnen staan, maar ik vind het heel moeilijk om in deze top 5 echt een volgorde aan te houden. En Nainggolan was al iemand met een vrij hoge rating. 84, dat was de rating waarmee hij begon in FIFA 17. Heeft het waargemaakt. Tal van informs. Ik vond zijn 84 rated kaart al schitterend spelen. Schitterend spelen. Ik vond hem al heel fijn spelen. IJzersterk was hij in FIFA 17. Vooral omdat hij natuurlijk zo compleet is. Elke statistiek zit bij hem bijna boven de 80. En Nainggolan eindigde met die 94 team of the season. Meer woorden hoef ik niet aan vuil te maken. Nainggolan, volgend seizoen, FIFA 18, begint gewoon met 87. Op 4 heb ik staan Donnarumma. Ook wel gekscherend soms Donnarumma genoemd, omdat hij weg schijnt te gaan bij AC Milan. Op het moment dat ik deze video opneem, heeft hij nog geen nieuwe club. Misschien blijft hij nog, dient hij zijn contract uit en loopt hij daar een gratis deur uit. We gaan het allemaal zien hoe het werkt. Maar Donnarumma begon met FIFA 17 met 76. Een 76 rating en hij heeft gewoon zo'n ijzersterk seizoen gehad. Hij is nog zo jong. Eindigde dit seizoen met die 90 team op de season kaart. Dus Donnarumma kan niet anders dan een enorme upgrade krijgen. Of hij in de Serie A actief gaat zijn volgend seizoen. Op het moment dat ik het nu dit opneem, weet ik het niet. De kans is misschien niet zo heel groot. Heeft natuurlijk Raiola als zaakwaarnemer. Die zal hem vast weg kunnen brengen. Maar hij krijgt een upgrade. En ik denk dat Donnarumma volgend seizoen zelfs echt al begint met een 83 rated kaart in FIFA 18.
Dan op 3, typisch zo'n Ultimate Team spelertje van afgelopen seizoen. Gomez van Atalanta Bergamo. Speelde natuurlijk een ijzersterk seizoen. Heeft heel veel informs gehad, die Gomez. 3 normale informs. En uiteindelijk, sorry dat ik even speak, die Team of the Season kaart. Heel erg snel. Vervelend om tegen je te hebben. Ik heb hem zelf niet veel gebruikt. Vooral omdat ik eigenlijk bijna geen Serie A spelers heb gebruikt afgelopen seizoen. Behalve Nainggolan, Florenzi, Manolas een beetje. Dybala heb ik nog even gebruikt. Maar verder niet echt teams gebruikt met heel veel Serie A spelers. Maar die Gomez, typisch Ultimate Team spelertje. Ik wil hem per se opnemen in deze top 5. Die gaat volgend seizoen denk ik toch toe naar een 83, misschien wel 84 rating. Ja, in al deze video's die ik heb gemaakt van al mijn voorspellingen voor FIFA 18 is dit misschien wel de moeilijkste top 5 geweest. Omdat er gewoon zoveel spelers zijn die ik nog had op kunnen nemen in dit lijstje. Maar iemand die ik toch wil belichten is Rick Karsdorp. En natuurlijk speelde hij vorig seizoen niet in de Serie A. Hij speelde bij Feyenoord. Maar ik denk toch dat hij een enorme upgrade gaat krijgen. Maakte die transfer naar AS Roma. Heel mooi voor hem. Verdiend. 75 was hij aan het begin van FIFA 17. Kreeg al een upgrade naar 77. Maar ik denk dat hij typisch zo'n speler is die echt 79, heel misschien 80. Dat kan hij volgend seizoen gaan halen als hij weer een goed seizoen haalt. Ik denk dat hij aan het begin van FIFA 18 79 gaat zijn. Maar Karsdorp, hou me in de gaten. Want ik ben echt onder de indruk van hem. Karsdorp dus op plek 2 in deze top 5. Puur omdat hij het verdient. 79 denk ik aan het begin van FIFA 18. En dan tot slot iemand die niet kan missen in dit lijstje. Iemand die het beste seizoen gehad heeft uit zijn carrière. Een speler waar ik echt niet altijd fan van ben geweest. Maar dat hoeft ook niet. Hij heeft het gewoon verdiend. Dries Mertens. Amai. 83 was hij aan het begin van FIFA 17. Hoeveel kaarten heeft hij gehad? 10 kaarten volgens mij. En er zaten zoveel kaarten bij, allemaal in forms, Team of the Group Stage. Uiteindelijk eindigt hij met die 95 rated Team of the Season kaart, Dries Mertens. Hij verdient het gewoon. Het is een typische Ultimate Team speler geworden in FIFA 17. Door zoveel mensen gebruikt. Vooral met Ultimate Team Draft had ik hem vaak, verdraft. Ik heb hem ook nog even gekocht, wel vrij snel weer verkocht, omdat hij gewoon vrij slapjes is. Maar als hij eenmaal los is, als hij op snelheid weg is, maakt hij alles af. Het is een fijn spelletje, dribbelt lekker, goed in de kleine ruimtes, kan lekker passen. Het is typisch een spelletje voor het tiki-taka spel. Hij zou zo bij Barca kunnen gebruikt worden. Ik kom goed uit mijn woorden, maakt niet uit. Hij zou echt in FIFA, in elk geval met Messi, Mertens, Dybala ofzo. Dat zou een heerlijke combinatie zijn. Mertens, gaat hij een transfer maken? Ik weet het niet. Ik weet wel dat hij een veel hogere rating gaat krijgen dan die 83 waarmee hij begon in FIFA 17. Wie weet, 85 is echt reëel, want wat heeft hij een goed seizoen gehad. Ook toen Milik geblesseerd raakte bij Napoli, heeft hij heel veel in de spits gespeeld, terwijl hij natuurlijk eigenlijk altijd een buitenspeler is geweest. Dries Mertens heeft gewoon iedereen verbaasd. Iedereen heeft hij bewezen dat het een wereldspeler is. Je kunt niet anders zeggen. Echt een topspeler. Mertens, 85, 86, zeg het maar. Laat dat me weten in de reacties. Thanks voor het kijken weer naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Binnenkort zijn we er alleen nog met de Ligue 1. De Franse competitie, mijn voorspellingen daarover voor FIFA 18. Thanks voor het kijken weer. Ik zie jullie na mijn vakantie met allerlei nieuwe video's. Dan gaan we ook heel snel straks FIFA 18 video's maken. Tutorials over die nieuwe game. Bedankt. Jongens, strijders. Adios. Ciao.